Dag liefje vrienden, hoe is het daar? Kerstdagen overleefd, nou hier ook. Oeh, moet steeds bijkomen. Maar wat zit er toch onder het doosje? Wat heeft Armeetje opgestuurd? Laten we even kijken. Spannend. Oh, dat is lekker man. Dit zijn van die noedeltjes. Deze eet ik ook wel eens thuis. Dat is gewoon hartstikke lekker tussendoortje. Hier heb je de mama. Nou, mama iets. Dit is de Oriental Style Instant Noodle Pork Flavor. Varkentje. Dan hebben we hier de Yum Yum Shrimp. Garnaaltjes. En dan hebben we hier Mi Goreng Rendang van Indomie. Wie kent hem niet? Je kunt natuurlijk een heel moeilijk verhaal gaan halen van ja, dan moet je naar een tokootje daar en daar en misschien kan je dat misschien bestellen dan via een postorderbedrijf uit China. Maar ja, laat eerlijk zijn, je kan ze tegenwoordig gewoon bij Albert Heijn kopen. In ieder geval die Yum Yum liggen daar. En voor de rest kan je het ook gewoon bij de buurt super kopen, want dit is eigenlijk ook een beetje geïntegreerd in ons eten. He? De instant noodle. En ik vind hem geen vervelende, kan ik je vertellen. Is dat lekker? Even lekker tussendoor zo. Die slierten naar binnen slurpen. Op vele verzoek nog één keer. Oké, we gaan even kijken. De mama nog wat porkstijl. Je moet dat voor boven het bakje doen, want het flikkert altijd van alles uit. Kijk, hier hebben we al de mie. En er zitten hier twee zakjes bij. Nou, ik heb hier een zakje met chilipoeder aan deze kant en een zakje met weet ik veel wat aan die kant. Maar ik vind dat je niet moet vervelend doen. Alles moet er gewoon bij. Ja, kom op zich. Hoppatee, zo. Hier, kruiden zitten erin. Spice zit erin. Dan heb je meestal nog een zakje olie. Hier. Oh, dit ziet er niet uit als olie, maar als iets heel vets en smerigs. Ik denk dat ik er nu gewoon varkensvet bij aan het smijten ben. Maar goed. Zo. Dat is één. Nummer twee. Heeft het eigenlijk precies hetzelfde. Hier heb je de kruiden. Op seasoning. Dit is de shrimp. Huppatee. Hier een beetje pittig. Zo, hoppatee. Het zet. En dan heb je hier. Ja, dit is natuurlijk gewoon garnalenprut wat je erbij gaat gooien. Kijk maar, dan zie je ook dat het een rode garnalenbende. Nou, hoppatee. Kijk, en deze heeft weer anders. Deze heeft twee doorzichtige zakjes met smurrie. En ook kruiden met peperspul hier. Nou, heb ik dat erin. Die drie. Oh, het was niet lekker. Ik kreeg wat poeder in mijn mond. Ja, je bent even bezig, maar dan heb je wel wat. Hoppatee. Smurrie 1. Ja. Wat een gedoe zeg. En dan is Murrie 2. Kijk, dat zal wel een beetje de ketchup-achtige ellende zijn. Ik moet alleen nog maar er water erbij smijten. En al die plastic in de plastic bak. Even water halen. Pannetje kokend water. Oké, sommige mensen. Die baggeren dat dan helemaal vol. Die hebben dan soep. Ik eet dit voor de noedels. Ja? Dus allemaal leuk en aardig. Niet te veel water. Overigens heb ik commentaar gekregen in de comments. Maar ja, Jan, waarom gebruik je geen waterkoker? Waarom loop je altijd met een stomme pannetje rond? Ik heb geen waterkoker. Nou, dan is het dus een kwestie van roeren. Want die noedels die moeten dus zacht worden, hè, dus dan moet het harder uit. Die smaakjes moeten door elkaar. En dat vocht moet opgenomen worden door die noedels. Dat het ook weer niet te soeperig wordt. Ik zie nu al dat ik weer te veel water erbij heb gegooid. Maar goed, kan niet altijd goed gaan. Hier, dit zijn de noedeltjes met de garnaaltjes. Nou, deze noedels die worden niet zo heel snel zacht. Dat is ook raar.
Nou, ze zijn nog even bezig met het opslurpen van het vocht. De mama mie, die gaat veel makkelijker uit elkaar het vocht opnemen. En die doet veel meer zijn best. Dan hebben we de Yum Yum Shrimp Mie. Nou, die doet helemaal niet zo zijn best. Die blijft nog erg in elkaar steken. En is nog een beetje hard. En dan hebben we de Mie Goreng Rengnang. En die is gewoon een bok hard. Deze zijn gewoon knepelhard, joh. Schiet eens op. Tijd om te proeven. We beginnen met de Porky Flavor Mama Mie. Mama Mia. Ja. Kijk, wat je dus doet is, eet het als een Chinees. Daar komt ie. Zo eet de Chinees het. Je slurpt het. Spitsen. Dus hou nu even een noedelsliertje met keeltje in. Enfin. Deze noedels zijn dus lekker, want die zijn dus zacht geworden. Ik proef een klein beetje pittigheid. Niet zo gek, want ik heb er peper in gegooid. Ik moet eerst zeggen. Dit moet pork flavor zijn. Smaakt totaal niet naar pork. Nul. Dan gaan we over naar de Yum Yum Shrimp. Kijk. De Yum Yum Shrimp is een beetje, nou, laten we zeggen, licht roze geworden. Dat is niet zo gek, dat komt door de shrimp. De noedeltjes zijn ook zacht geworden, maar minder zacht dan die. Even proeven. Die zijn veel steviger dan die. En deze smaakt naar garnaal, zeker. Maar ik proef citroengras. Is het lekker een noedel? Ja, want het is pittig. Het is, nou ja, garnalig, dat is niet zo gek. Er zit een zoetje in. Er zit een zuurtje in. En een spicy piekeltje. Deze is lekker hoor. Spicy beef mie goreng. Nou, als iets in Azië zeggen dat iets spicy is, dan brand ik mijn bakkers drie keer. Laten we eens even kijken. Deze noedels zijn groter en dikker dan die. Laten we eens even kijken. Zie je dat? De spicy beef. Oh ja, die is echt spicy. Die is ontzettend heet. Maar wat je wel proeft is, jezus, wat eten. Je proeft echt de beef. En wat ik wel lekker vind hieraan is dat je hier een noedeltje hebt waar je denkt van, nou, ik heb wat in mijn mond. En hier denk je, dit is niks. Deze, dan heb je wat op te kauwen. Ja, als je dat lekker vindt. Even de cijfertjes. We hebben hier een varkje, een garnaaltje en een rundje. De varkens is de noedels. Hartstikke leuk. Smaakt helemaal niet naar varken. En daar hou ik niet van. Doe wat je zegt. Dus deze krijgt van mij een 5. Laten we eerlijk zijn. Noem het dan gewoon smakeloze mie of zoiets. Dan hebben we de rendang van Indo Mie. De Mie Goreng Rendang. Pittige spicy beef, je weet toch. Die voldoet aan alles wat het zegt. Spicy beef. De goreng en harde, dikke noedels. Moet je lekker vinden om op te kauwen. Maar is gewoon helemaal oké. Deze die krijgt van mij een 7. De winnaar is de Yum Yum garnalen noedels. En nu horen mensen denken, ja maar Jan, ik hou niet van garnalen. Of het mag niet van mijn rabbi. Of, dat gaat even niet om. Het gaat om wat ik vind. Deze is zoet, zuur, pittig. Dat is zeg maar bouillonnetje wat je aanmaakt. Doet fijn aan. Het noedeltje zit tussen deze dunne en die hele dikke in. Het is gewoon eigenlijk prima, deluxe. Kan je hier nou een heel avondminuutje van maken? Nou, ik zou dit niet als hoofdgerecht zien. Maar meer als tussendoortje. Dus de Yum Yum Shrimp Instant Noodle. Ik heb van mij een 8. Mooi hè? Is toch gezellig zo? La la la. You and me. La la la. You and me.